Nou, goedemorgen. Goedemorgen. En de eerste vraag is natuurlijk, hoe gaat het met jou? Hartstikke goed, joh. Ja? Ja, mag niet klagen. Nee. Jij... Maar dat doe ik ook niet. Nee. Jij hebt weer een mooi nieuw album uitgemaakt, Sweet Memories. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar we gaan zo dadelijk toch een kerstnummer draaien, omdat we richting kerstmis gaan. Draaien we dus juist, gaan we zo dadelijk een kerstnummer draaien, wat je zelf geschreven hebt, als de lichtjes gaan stralen. Ja, het is niet te bevatten dat dat zo in mij opkwam en dat ik daar alles voor regelde om de muziek erbij te krijgen en het in ging zingen. Ja, dat is helemaal eigen werk. Ja, er zijn meer dingen eigen werk, maar dat kerstnummer, dat was mijn eerste geschreven kerstliedje. Ja. En wat inspireerde jou dan tot het schrijven van dat nummer? Ja, gewoon. Ik zag iedereen zo druk bezig. En je hoorde ook wel verschillende dingen van hoe moeten we dat hebben met die kerst. En die lag overhoop met die. En ik vond dat wat verdrietig. En toen dacht ik van, weet je wat, al die dingen die ik gehoord heb en een beetje gezien heb, ga ik een liedje van maken. Ja. En dat duurde wel even, want het was ook nog lang niet kerst. Maar het was wel bedoeld voor de kerst. Ja. Nou, en toen heb ik dat gelanceerd. En in 2019. Ja, dat is drie jaar terug. Dus heb je ja, dat... Ja, ik moet zeggen, Wil, het was wel allemaal voor de coronatijd. Ja, ja, ja. Maar jij hebt ook enkele nummers opgenomen samen met jouw man, hè? Ja. En leuk, hè? In de clip bedoel je? Ja, ja. En doe je dat nog? Ja, dat is het leukste, hè? Zie je maar zo vet te krijgen, hè? Ja, jij hebt geluk dat jij kunt zingen en dat je met je man kunt samenspelen. Ik kan dat niet, ja. Want ik, op de eerste plaats, ik kan niet zingen en mevrouw kan nog geen gitaar spelen. Oh, nou ja, dit hoeft niet altijd met een instrument natuurlijk, hè? Nee. Maar hoe gaat het voor jou kerstmis anno 2022? Hoe gaat het dat voor jou uitzien? Nou, ik treed nog wel wat op in sommige verzorghuisjes. Dat is dan allemaal wel een gesloten iets. Maar dat is hier wat in de buurt van Apeldoorn. En we gaan dan nog wat bij de kinderen langs. En de kinderen komen hier wat. En gewoon allemaal lekker een relaxe kerst. Ja. Jij houdt... Maar vorig jaar zat ik in Spanje, hè, met de kerst. Ja, je bent hier ook van harte welkom, hoor. Het is hier ja, nog... wie weet, doen we dat nog eens, hè, lieve wereld. Misschien doen we dat nog eens, hè? Ja, want het is hier altijd nog een 18, 19 graden. Ja, dat is niet te bevatten. Maar ja, jullie zitten gewoon in lekker warm land, hè? Ja, ja, maar dat is dan voor Spaanse begrippen, is dat een beetje aan de koele kant. Want de Spanjaarden zijn, we vorig jaar hebben een winter gehad, was het constant boven de 21, 22 graden. Dit jaar is het wat minder, maar wie weet kan het misschien nog op korte termijn veranderen. Nou, wij noemen 18 graden lente, hoor, hier in Nederland. Ja. Maar jij bent wel iemand, Grace, even voor de luisteraars. Jij bent wel iemand, jij houdt van echte gevoelige muziek. Ja, dat klopt. Ja, ik maak ook wel vrolijke muziek en ook wel country muziek en al dat spul. Want ik vind alle muziek ook leuk. En ja, weet je, dan komt er iets op je pad waarvan je denkt, ja, dat nummer moet gewoon op papier komen. Dat is gewoon iets, een drang. En dan, omdat je zelf een mens van gevoelens bent, hè, gaat het ook een beetje... Je schrijft in feite ook vaak je eigen werk op, hè? Ja. Hoe je bent van karakter, dat heeft er vaak ook mee te maken. Ja, natuurlijk. Als je karakter erg gevoelig bent, dan draag je dat ook uit, of niet? Ja, klopt. En ik sta ook altijd stil bij waar mensen dan heel veel moeite mee hebben of zoiets, of met verdriet. Dat je dat ook kan benoemen in een liedje. Hè? Het is niet altijd makkelijk, hè? Nee. Maar... Het leven is niet roze geur en maneschijn. Dus je moet er ook vaak zelf wat van maken. Maar ja, we hebben wel elkaar nodig, vind ik. Maar muziek blijf je maken, hè? Dan ga je niet meer stoppen. Nee, ik zing natuurlijk al vanaf 14 jaar, Wil. Ja. Vanuit
14 jaar. Mijn moeder schopte me letterlijk het podium op. Ah, mij. Goed, luister. Wat heeft dat geklonken, zeg, toen je 14 was? Ja, zij hoorden mij altijd zingen en zo. En toen waren er overal wel muzikanten. En dan zei ze weer, als we ergens waren, oh, laat mijn dochter even zingen. Och ja, ik kwam gewoon niet onderuit, joh. Ze bracht me gewoon letterlijk naar de microfoon. Ja. Maar ja, zo is het wel ontstaan. Zo is het wel ontstaan, nou ja. En wat zei je moeder toen de tijd van dat je de eerste keer ging zingen? Ja, die huilde. Die moest wel erg huilen. Ja, die genoot daar heel erg van. En toen ik zag dat ze daar zo ontroerd van was, dacht ik, ja, ach, laat ik nog maar weer eens een keer als ze het vraagt dat doen. En zo is dat gegroeid. Ja. En hoe is dat met jouw man? Jij, waar ben je je man tegengekomen? Is het bij dat toeval of is dat ergens op een gelegenheid geweest? Ja, dat was op een optreden. Ik moest ergens zingen en daar was hij ook. En toen moest ik een soundcheck doen. En toen vroeg ik aan hem, wil jij even luisteren of het een beetje klinkt? Ja. Dat was mijn eerste orkestbandtijd. Ja. En toen van het een kwam het andere. En hij was best wel fan geworden van mijn stijl muziek en mijn persoonlijkheid. Dus dat is heel leuk opgebouwd. Met gewoon een relatie van een groeiende periode. Ja. Want we hadden allebei kinderen. Hij had kinderen, ik had kinderen. Dus ja, dan bedenk je je eerst nog wel even of je dan dat wel allemaal zo door kan laten gaan. Hè? Ik woonde toen in Zwolle en hij woonde in Apeldoorn. Ja. Dus jaren later hebben we dan toch gekozen om hier in Apeldoorn verder te gaan leven. En zijn we hier getrouwd en we zijn al 20 jaar bij elkaar. Zo, dat is al een nou, heel... Nou, dat moet goed zijn, hè? Dat moet goed zijn. Dat is een hele tijd. Ik zeg maar niks, want ik ben deze maand 48 jaar getrouwd. Oh, dat kan ik niet inhalen zo snel. Dan moet ik nog een tijdje wachten. Ja, en ik zeg... Gefeliciteerd nog. Gefeliciteerd nog, Wil. Ja, en ik zeg altijd met dezelfde. Ja, dat bedoel ik. Dat lukt ook niet iedereen, maar dat is... Nu, 20 jaar, dat is wel het langste, hoor. Dat heb ik nog niet kunnen meemaken. Nee, maar luister eens. In ieder huwelijk, en dat is ook bij ons hier natuurlijk... en laten ze daar niet over verder uitweiden. In elk huisje rammelt een belletje. Elk huis draagt zijn kruis, toch? Toch, ik heb ooit iemand gesproken, die was 18 jaar getrouwd. En zei, bij ons is het nooit niks, wij hebben nooit geworden, we hebben nooit niks. Dan hebben jullie een verdomd saai huwelijk. Nou, dat zou je wel zeggen, ja, er moet wel wat belevenis in zijn, hoor. Ja, daarom. Ja. Nou, wij beleven dan de muziek en dat is wel leuk, want... Ja, toen was hij natuurlijk mijn partner geworden. Dus toen moest hij natuurlijk met mij ook overal mee in die muziek. Of moest, dat wilde hij. Maar dat is alleen maar leuk en leuk. En ik was ook nog niet, ben ook eigenlijk niet van plan om te stoppen. Ik heb al best wel druk, want ik werk nog wat in de zorg bij oudere mensen thuis. Dus het is niet altijd makkelijk om daarbij de muziek bovenop te combineren. Want dan ben je soms te moe om nog met een liedje bezig. Maar ik doe het allemaal wel. Nou, we gaan nu draaien, ja. We gaan nu draaien als de lichtjes gaan stralen. En ja, lief van jou, dank je. En daar achter de gaan draai je dat nummer wat je met je man daar in die, bij die auto opgenomen hebt. Ja, Dry Your Tears. Mooi, hè? Nou, maar je mag eerst zelf de groetjes doen nog aan de luisteraars die nu meeluisteren. En je mag, en je mag de single Als de lichtjes gaan stralen aankondigen. Ja. Nou, goedemorgen, lieve luisteraars. Ik ben Grace Ries en ik wens een ieder die luistert in ieder geval een fijne Sinterklaas toe hier in Nederland. En misschien ook in Spanje voor de Nederlanders. En... ik heb een heel leuk liedje geschreven, of een angstig liedje, maar ook vol met liefde bedoeld. En dat liedje heet Als de lichtjes gaan stralen. Dag allemaal. Hartstikke bedankt en ik wens jou ook nog een hele fijne maand. Ja? Ja, jij ook, hè? Doei. En dan tot weer horens, hè? Ja, dankjewel. Doei. Daar gaan we een ruzie over maken, hè?